Ola Joe Elton en Giovanni Winter zijn op 14 augustus door president Santokki, conform de Emmy-Glis-wet, beëdigd tot landmeter. Als landmeter krijgen ze de bevoegdheid om de grondrechtelijke status van percelen op het domeinkantoor en het Emmy-Glis vast te stellen. Winter en Vola zijn voorstanders. Die voorstanders zijn van activering van het tuchtcollege, gaven aan alles in het werk te zullen stellen om de integriteit van het landmetersberoep te herstellen en te zorgen voor de waarborging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de landmeter, ten einde hierdoor het vertrouwen van het volk in landmeters in Suriname te versterken. De Kiwanis Club Paramaribo Centraal heeft gisteren wederom het project Uitreiking Motivatiepakketten uitgevoerd voor de kinderen van de OLV Fatima School. Het doel van dit jaarlijks terugkerend project is om de kinderen van de vierde klas te motiveren hun uiterste best te doen om zo een kans te maken om aan het eind van het schooljaar in aanmerking te komen voor een volledig schoolpakket en een certificaat van de Kiwanis. Het schoolpakket bevat de basisschoolspullen waarmee de kinderen het nieuw schooljaar kunnen aanvangen. De Nationale Assemblée heeft gisteren bij de start van de Verkeersveiligheidsmaand een aanvang gemaakt met de behandeling van de wet instelling Verkeersautoriteit. De Verkeersveiligheidsmaand, die loopt tot en met 15 september, heeft dit jaar als thema Beweeg in het verkeer, maar blijf leven. Joanne Adraai, directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut, zegt dat verkeersveiligheid van groot maatschappelijk belang is. Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op hun bestemming kunnen aankomen.